Welkom in Kronenburg. Welkom in Kronenburg. Welkom bij Kronenburg. Welkom in Kronenburg. Welkom in Kronenburg. Namens de wijkagent. Het is een wijk met toch wel heel gemalleerde soorten mensen. Je woont hier heel gunstig, want je woont overal dichtbij, bij de banken, bij de winkels. Het huis is goed, we zitten dicht bij alle busverbindingen. Het is een heel levendige wijk. Kronenburg is een wijk die zo'n 30 jaar geleden gebouwd is, eigenlijk als het stadscentrum van Arnhem-Zuid. Wonen, werken en vooral veel winkels. Mooi winkelcentrum en ik vind het groen in de omgeving heel mooi. We hebben alle winkels onderhand reiking en wat dat betreft is het gewoon, zitten wij hier heel goed. Ik zou hier graag mijn leven willen slijten. Ik zit hier goed, lekker hoog en droog. Kijk je naar de bomen, aan die kant kijk ik naar de bomen. Je hebt hier vlakbij het park waar ik veel loop met hem. Onderling samen is het heel sociaal en je komt heel snel met elkaar in contact. De bewoners hebben bedacht kleine geveltuintjes. Ze zijn druk in de weer met allerlei plantenbakken, al dan niet aan lantaarnpalen bevestigd. Die worden ook geadopteerd door bewoners, die onderhouden ze zelf. En verder proberen we ook, behalve groen, ook kleur in de wijk aan te brengen. Via muurschilderingen. Er is net nog een tunneltje geschilderd richting Appelgaard. Allerlei creatieve ideeën proberen we uit te werken met z'n allen. De buslijnen zijn echt voldoende. Kronenburg is ook een knooppunt van buslijnen. We hebben een piep hier in de buurt, niet te vergeten de Matser, een jongerencentrum waar veel georganiseerd wordt. Er is een ontmoetingscentrum voor bewoners aan het Grooidomplein. Daar wordt door bewoners zelf van allerlei dingen georganiseerd. Ook om de mensen hier een beetje uit huis te krijgen en helpen met z'n allen wat leuks van te maken.